nu net. Oké, ik ben net thuis gekomen. Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Officieel is het herfst geworden in mijn hoofd. Ik ben helemaal zuidnat geregend. Er blijft gewoon een lippen druppel van mijn lip af. Maar ik heb iets gedaan. Ik heb eventjes een nieuwe zooi gehaald voor mijn haar. Want dit spul te gebruiken van Yari. Nee, dit is geen reclame of zo. Maar ik ben dus benieuwd of dat gaat werken. Dus dat gaan we zo eens even testen. En ik heb deze tandpastuif gehaald. En dit is zonder kunstmatige kleurstoffen. En allemaal zooi, weet het allemaal. En het heeft een groen streepje. En dat houdt in dat dit wel een van de beste tandpasta's zijn die er zijn. Die zeg maar uit een, uit een fabriek komen. Wat de fuck is dit? Voor de grap moet je eens kijken op je eigen tandpasta. Op alles staat een streepje. Dat is namelijk verplicht. En groen is zeg maar wetenschappelijk gezien tussen haakjes. Is dat het gezondste voor je lichaam. En hoe donkerder het streepje is, hoe slechter het is. Dus stel je hebt zwart, dan is het echt nooit doen. Echt niet. Resultaat van die. Gewoon van het spul. Ik denk dat het op zich wel mooi is. Het is nog steeds niet waar ik wil zijn of zo. Nog steeds wel een beetje vochtig hier zo. Hey, wat vind je van mijn haar? Ja, leuk. Hè? Ik moet het even echt zien, maar met een knap kopje scheelt dat editen. Oké, ik ben klaar met editen. Of nou ja, klaar zijn we nooit helaas. Maar ja, ik heb ondertussen even honger gekregen. Dus wat ga ik nou eigenlijk eten? Vandaan. Face test. Ik ben weer thuis aan het werk. We moeten heel eventjes wat bespreken. We moeten even iets zeggen tegen jullie. Eén is, we moeten heel snel naar mijn kat die bij mijn ouders woont. Want mijn ouders zijn op vakantie en die moeten we even verzorgen. En die heeft een beetje liefde nodig. Vandaar dat Manuela mee gaat. Daar is heel goed in. We gaan zo meteen bij jouw vader en stiefmoeder eten. Eten? Of even langs of visite. Morgen moeten we naar het ziekenhuis en voordat we dat allemaal nog gaan doen, gaan we zo meteen waarschijnlijk eventjes naar de stad om wat broekjes te kopen voor... Madalena! Ze is helemaal gek op mij als ik een spijkerbroek aan heb. Hij vindt dat helemaal fantastisch. Maar ook wederom, deze broek heb ik echt al zo lang. Ja, maar het ging er ook een beetje om de laatste keer in de vlog toen ik jou gratis wil laten shoppen met mijn bankpas. Wou je niks en zo. En dat zat me tot nu toe nog steeds te wachten. Dus we are going to Ibiza! Kijk, het is niet veel wat ik moet printen. Dit is het contract. Verlezen, ondertekenen, opsturen, planning maken. Nu heb ik de bus kunnen ophalen en dan betalen nog eventjes natuurlijk. Oké, op naar de volgende. Naar de kat. Wat? Ah, ze ligt niet op schuur, ze hadden we hier op slot. Ah, kerel. Wat dacht je, wie is dat? Oh, zijn hoofd. Vindt hij echt lekker, hè? Ja. Maar waarom? Ja, nu gaat hij me pakken. Maat! Kom! Voedsel! Wat heb je gedaan? Wat is dit, maat? Oh, moet je dit? Je kopjes geven. Eet smakelijk! John is fucking goed bezig. Volgende is het station. De vader van... ja. Maar we zijn al een beetje aan de late kant. Dus, Bijna een half uur. Volgens mij een half uur. Of drie minuten en een half uur. Kijken we of we 3 minuten kunnen zijn. 3, 2, 1, go. Zij je? Oh ja, ik kwam nu in één keer. Ik liep even naar buiten. Dus dan zie ik in één keer allemaal herinneringen. Oh ja. Dus dan zat ik daar zo in mijn kamertje. En dan zag ik John zo aankomen rijden. En helemaal excited. En dan gewoon kalm blijven. Want dat ja, mensen weten helemaal misschien niet waar het over gaat. Dat ze begint toen we begonnen te daten. Moest ik Naomi natuurlijk ophalen. Ja. Dan hadden we hierop. En dan kon ze hier al uit het raampje. Kon ze dan zien. Dat ik eraan kon rijden. En dan heel spannend. Was het altijd gewoon heel rustig blijven als je instapt, want dat is niet cool. En, maar dan kwam die binnen en dan... Oh, en dan doef, ruik ik wel lekker. Ja. En dan... Oké, lang vooral kort. We zijn even bij Naomi de ouders geweest. Ja. We zijn wel een tijdje niet geweest, dus ze hadden ook even een focuspuntje dat we lang niet waren geweest. En dat we even wat meer van ons moesten laten horen, vond ik. Terecht. Vond wel dat ze gelijk aan hadden. Kijk, weet je, Lia die zei ook al van ja, ze kent mij. En ik ben altijd heel erg, als ik iets... Nu ben ik het kwijt met wat, wat ik zei. Nou, dat Lia al goed kent en die weet dat jij chaotisch bent. Nee, ja, ook. En als ik zeg maar ergens voor ga, dan ga ik er 3000% voor. Als ik bijvoorbeeld in de sport bezig ben, dan ben ik 100% daarmee bezig.
of als ik iets anders aan het doen ben, dan ga ik daar 100% voor. Dus ik ben altijd een beetje heel moeilijk mee om dingen te verdelen, zeg maar. Dus dat vind ik heel lastig. Ja, dat heb ik dus ook. Ook qua vriendinnen bijvoorbeeld en zo. Dus ik vind het heel, omdat daar ben ik ergens mee bezig. En dan ben ik te druk in mijn hoofd. En denk ik, ja, maar ik kan helemaal niet afspreken. En hoe moet ik dat doen? En hoe kan ik de tijd verdelen? En nu gaan we rijden. En nu gaan we even rijden. Wat deed je? De vrouw is boos dat ik mijn auto dan neerzet. Ja, super. Dankjewel. Toen had ruzie net in de auto. Wat gebeurde was, toen ging je zeg maar ergens staan waar je eigenlijk, dat is geen parkeervak zeg maar. Ja, dat staat ook niet dat je hier niet mag staan, dus. Juist, dat is een hele goede vorm. Dus in principe, en uiteindelijk zij kon er makkelijk omheen, ze kon zelfs links om rechts om, dat maakt geen donder uit. Maar dan ging ze helemaal problemen maken en zo. En uiteindelijk vloog zonder de deur open om te zeggen van ja, ik mag niet gewoon staan. Dus dat was jullie ook net zagen. En nu wel lekker kibbeling. We lopen in de stad en in een van de vorige video's mocht Manuela shoppen op mijn kosten. Toen heeft ze gewoon niks uitgekozen, maar toen was ze dus een beetje ziek, dus... We gaan nu heel eventjes terug om even te kijken of ze misschien nu wel iets wil. Ik heb een broek gevonden voor jou. Hé? Hey. Oké. Okay. Ik heb alleen maar jurkjes als op dit moment. Wat, dit? Ja. Dit? Ja. Oeh, maar dat is een som van je geld, man. Maakt me niet uit. Ik wil jullie aantrekken. Oké, okay, dames en heren, we staan in het pashokje. Spannend. Dit heeft ze auto gekozen. Maar dat echt kan zo zien. Gewoon net even gewoon. Peter? Op zich is wel best. Moet je dan met een riempje? Ja. En die is wel leuk. Ruis rond. Met een riempje. Oké, okay, we zijn aangekomen bij. Ik mag niet. We zijn aangekomen bij het eind van de video, maar de reden gaat nu verstopt, want we doen nu net of het de volgende ochtend is.